Victoria Kramer is een soort femme fatale eigenlijk, die je kan inhuren als jij vindt dat het nodig is dat de man getest moet worden. En dan gaat zij op onderzoek uit om alle mannen te testen. Ja, het zit zo in deze aflevering dat eigenlijk een zus van iemand bij Victoria op kantoor komt. En die wil eigenlijk dat ik ga kijken wat voor een affaire zij heeft. Ik moet nu nog draaien met Birgit, dus ik ga vandaag beginnen met haar te verleiden. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd hoe ik dat deze keer ga aanpakken. Ja, Eva is de mannentester, maar deze aflevering had eigenlijk wel de vrouwentester kunnen heten. Want ze gaat mij testen. Lady Jane is lesbian, ik ben niet lesbian. maar ik kan ook zeker genieten van een mooie vrouw. Al zou je echt nul gevoelens hebben voor vrouwen, als dan zo'n prachtige actrice als Eva tegenover je staat, dan is het redelijk makkelijk om je in te leven in een vrouw die op een vrouw valt. Dus het is gewoon easy on the eyes, zeg maar. Ja, Birgit is best wel moeilijk dus om te verleiden, want het is een sterke vrouw. En een hele sexy rol ook. Dus we zijn flink aan elkaar gewaagd, Birgit. Dus ik heb er zin in.